De titel van mijn column is 'Cont'. Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen den eigenaar van het bos, de schillen en de dozen. Al dus de bleefde oproep die in 1915 bedacht werd als actie om in parken en bossen geen rotzooi achter te laten. In latere jaren werd de leus in moderne spelling door de ANWB overgenomen in voorlichtingscampagnes. Toch een andere toonzetting dan wat mijn moeder altijd tegen mij zei. Ruim die rommel nou eens achter je kont op. Die boodschap kwam beter binnen. Pedagogisch klopte het misschien voor geen meter, maar het hielp wel. Ik haalde het niet in mijn hoofd om die oproep te negeren. De oudbollige oproep van de ANWB heeft tegenwoordig totaal geen zin meer. Dus heeft de gemeente Nijmegen een list verzonnen om toch tot hetzelfde pedagogische resultaat te komen. Er worden ruim duizend kleine afvalbakken uit de openbare ruimte weggehaald, en het mes snijdt daarbij volgens het college op een bijzondere manier aan twee kanten. Het levert een noodzakelijke bezuiniging op van 150.000 euro, en er zit een pedagogische gedachte achter. Naast een niet bestaande afvalbak kan geen vuilniszak of grof vuil illegaal gedumpt worden... dus zal men dat ook niet meer doen. Simpel zat. Ik weet niet wie van de collegeleden... pedagogiek in zijn of haar vakkenpakket heeft gehad... maar curieus vind ik het wel. Het deed me denken aan het verzoek... lang geleden van de winkeliers van het winkelcentrum Dukenburg... om de zitbankjes in het winkelcentrum weg te halen. Op de bankjes werd gezeten. Als de bankjes weg waren... Werd er niet meer gezeten en hadden ze er ook geen last meer van. Het bericht over het weghalen van de vuilnisbakken was nog maar amper gepubliceerd, of de rapen waren gaar op internet en sociale media. De reacties lieten aan duidelijkheid niets te raden over. Gedumpte afvalzakken op straat of waar dan ook zijn de schuld van de gemeente in zijn algemeenheid en van bruls de linkse klooio's in de gemeenteraad, de DAR, de woningbouwcoöperaties en de politie in het bijzonder. Van dik hout zaagt men planken om het horkerige gedrag dat gemeengoed is geworden te verhoeilijken. Want dat is het probleem. Horkerig gedrag en niks anders. Nijmegen komt niet voor in de nieuwste editie van de Lonely Planet. Geen busladingen Chinezen Koreanen of Amerikanen naar Nijmegen. Misschien is het maar goed ook. Met al dat illegaal gedumpt afval op straat loopt Nijmegen de kans om als Napels aan de waal te worden gekwalificeerd in de Lonely Planet. Een onterechte kwalificatie. In Nijmegen zijn er geen continu stakende vuilnisophalers. Verre van dat. Medewerkers van de dag doen dag in dag uit, letterlijk en figuurlijk hun stinkende best om de rommel van anderen achter hun kont op te ruimen. Laat de dag maar van het jaar worden, voor zover dat technisch mogelijk is. Dan krijgen ze een jaar ruim baan om op een eigen wijze de boodschap uit te dragen. Ruim die rommel nou eens achter je kont op.